mensen! Mijn naam is de Mad Luigi en gisteren is Paper Mario The Thousand Year Door voor Nintendo Switch uitgekomen. Ik ben hem aan het doorspelen en ik zou zeggen, ja, het is best wel goed. Ik ben hier vandaag niet om een hele grote review te doen van deze game, aangezien ik letterlijk nog maar de eerste twee chapters heb gedaan, of tenminste de proloog en chapter 1. Dus ik zit echt net 2 of 3 uurtjes in de game, maar ik kan nu al zeggen, Dit is een zeer leuk gamepie. Ik ben niet heel erg bekend met de game. Ik heb de GameCube versie van deze game een aantal jaar geleden gekocht. En toen ik uiteindelijk begon met het spelen van de game, werd de remake aangekondigd. Dus ik dacht van, ik wil deze game op de best mogelijke manier, op de beste hardware ervaren. Dus ik besloot te wachten op de Switch versie. En de game ziet er ook waanzinnig goed uit. Het is bijna op het niveau van games zoals Color Splash en Origami King. En raad eens, dat hele FPS-debat van enige tijd geleden waar we een video over hadden gemaakt, is helemaal niet zo'n groot probleem. Sure, had ik graag 60 FPS gehad? Zeker wel, want je kan ook wel zien dat het een 30 FPS game is, maar het is gewoon een constante 30 FPS. De game ziet er prachtig uit. Ik heb helemaal geen last van de framerate als het komt tot de actiecommands, dus Ik deal er maar gewoon mee. Zo'n klein detail van deze gehele game verpest zeker niet mijn plezier met de daadwerkelijke game en de gameplay. En tot nu toe zijn het verhaal en de dialoog ook heel erg leuk. Ik weet nog niet helemaal waar het verhaal naartoe gaat. Ik weet dat dit een van de meer lore-heavy Mario games is die we hebben gezien in de laatste paar jaar. En ik weet dat mensen heel erg hyped zijn over het verhaal van deze game. Dus ik ben erg benieuwd waar dit naartoe gaat. Maar de dialoog is zo leuk. Ieder karakter heeft wel een grapje. Er zijn echt hele bizarre scenario's waar ik naar kijk en denk van, hoe zijn ze hiermee weggekomen? Dus ik ben erg tevreden met deze game. En een van de dingen waar ik natuurlijk het meest naar uitkeek met deze game was de RPG gameplay. En nu samen met Super Mario RPG hebben we 2 fantastische Mario RPG games op Nintendo Switch. En dat is een hele tijd geleden. Voor mij zijn deze 2 games praktisch gezien volledig nieuw. Ik heb zowel Super Mario RPG als Paper Mario Thousand Year Door amper gespeeld vroeger op de originele versies. Maar wat ik wel vroeger heel veel heb gespeeld is natuurlijk de Mario & Luigi serie. Nou, het is geen geheim dat ik geen groot fan ben van de laatste paar Paper Mario games. Ik heb Sticker Star gespeeld op 3DS. Die was verschrikkelijk. En ter extensie heb ik ook Mario & Luigi Paper Jam Bros gespeeld. Wat gewoon een van de meest matige Mario & Luigi games ooit is. Ik heb Color Splash op de Wii U. En ik heb hem nog niet gespeeld. Maar van alle post-Sticker Star Paper Mario games ziet deze er wel uit als een van de leukere. Dus ik wil nog heel erg graag deze een kans geven. Paper Mario en de Origami King heb ik ook op mijn top 10 slechte games van 2020 lijstje gezet. En er is een reden waarom ik niet meer 2 aparte top 10 video's doe voor games uit een bepaald jaar. En dat komt omdat ik niet meer helemaal achter die video sta. En dat komt voornamelijk omdat ik Origami King op die lijst had gezet. En eerlijk gezegd had ik dat gedaan omdat ik geen andere slechte games had voor dat jaar waarvan ik echt dacht van, die wil ik op die lijst zetten. En het ding was, Origami King, toen ik hem speelde, ik kon gewoon niet tegen die gameplay. De game is over het algemeen van wat ik heb gespeeld een heel leuk spel met een super uniek verhaal, super leuke characters, het ziet er prachtig uit. Maar die gameplay is gewoon zo verschrikkelijk. Ik wil die game nog een keertje een kans geven en ik denk zeker niet dat het een van de slechtste games is uit 2020. Maar ik heb nu ondertussen Thousand Year Door even lang gespeeld als Origami King en ik kan je zeggen dat ik echt veel meer plezier heb met Thousand Year Door. En ik denk dat een heel groot onderdeel daarvan is de gameplay. Ik was vroeger en nu nog steeds een heel erg groot fan van de Mario & Luigi serie. Ik heb alle games uit die serie en op een paar games hier en daarna ben ik fan van al die games. Alleen het is al een hele lange tijd sinds dat wij een nieuwe Mario & Luigi game hebben gezien. En dat komt omdat de developer van die games failliet is gegaan. En sindsdien heeft Nintendo eigenlijk niks meer gedaan met dit IP. En het allerliefste zou ik zien dat Mario & Luigi een hele grote comeback maakt. Want ik denk dat het nog steeds een hele unieke gameserie is vergeleken met de andere Mario RPG games. Maar ik ben ook heel erg blij dat wij nieuwe games hebben in de Mario RPG franchise op Nintendo Switch.
En of het nou Super Mario RPG is, of de eerdere paar Paper Mario games, of Mario & Luigi, ze voelen allemaal onderdeel van dezelfde soort gameserie, want ze hebben allemaal hetzelfde idee. Het is een Mario RPG, je hebt leuke karakters, je hebt leuke humor. Het is eigenlijk allemaal hetzelfde. Maar sinds Mario & Luigi geen ding meer is, hebben we al heel erg lang geen Mario RPG games meer gekregen. Maar dat begint nu te veranderen. Het is duidelijk dat een heleboel mensen houden van de nieuwere Paper Mario games, maar het is nog duidelijker dat veel meer mensen houden van Paper Mario games met RPG elementen. Want als je bijvoorbeeld Origami King en Thousand Year Door vergelijkt, die games lijken heel erg op elkaar, maar uiteindelijk is de gameplay een stuk leuker in de RPG game. En als je kijkt naar bijvoorbeeld Super Mario RPG, dan zie je dat die meer heeft verkocht dan Origami King, wat geen RPG was. Nu is mijn hoop dat de Thousand Year Door remake genoeg verkoopt, waardoor Nintendo gaat denken van weet je wat, misschien moeten we meer Mario RPG's maken. Of dat nou gewoon meer Paper Mario RPG's is, meer Super Mario RPG's, of misschien een terugkeer van Mario & Luigi. Ik wil dat Nintendo dit ziet als een teken van ja, mensen willen meer Mario RPG's. Want er is echt een hele unieke beleving om te halen uit deze Mario RPG games. Ze hebben allemaal wel iets unieks te bieden wat je niet ziet in een normale Mario game. En ik zeg zeker niet dat games zoals Paper Mario de Origami King super slecht zijn en dat we eigenlijk er geen meer van moeten krijgen. Maar ik denk wel dat als mensen zo positief reageren op deze games in deze oude klassieke RPG-stijl, dat het misschien een teken is voor Nintendo om meer te doen met deze stijl van games. Van de eerste paar uurtjes van Thousand Year Door kan ik al zeggen, dit is een fantastische game. En weet je wat, als jij zoekt naar een Mario RPG game, zou ik deze zeker weten kopen. Maar in ieder geval mensen, vonden jullie deze video leuk? Geef dan een like, abonneer zou ook al leuk zijn, laat me weten wat jullie hiervan denken. Heb je Paper Mario The Thousand Year Door remake opgepikt op Nintendo Switch? Ben je hem aan het spelen? Ben je hem niet aan het spelen? Ben je misschien toch een heel erg groot fan van games zoals Origami King en ben je het niet eens met mijn mening hier? Laat het me weten in de reacties, ik wil het erg graag van jullie weten en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bye bye! Kunnen we niet gewoon een remake krijgen van Partners in Time? Ik wil een remake van Partners in Time.